Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op maandag 3 december. Het is vrij zonnig deze ochtend in het grootste deel van Nederland en ook overal droog. En voorlopig blijft dat nog wel even zo, maar we gaan wel weer met buien te maken krijgen. In de loop van de middag vanuit het westen komen die buien opzetten en ook vanavond vallen er een aantal buien in het land. Morgen ziet het er dan heel aardig uit, want een uitloper van een hoge drukgebied trekt dan over Nederland en die zorgt ervoor dat het weerbeeld morgen rustig is met zonnige perioden en ook droog weer. We zien ook alweer een nieuwe storing opdoemen. Die komt vanaf de oceaan. En dat lage drukgebied dat gaat woensdag in de loop van de dag het weerbeeld bepalen in Nederland. Dat betekent dat we in de loop van de dag ook weer te maken gaan krijgen met regen. Blijft de komende dagen dus wisselvallig. En het valt verder ook op, dat de temperaturen hoog zijn. Want gisteren braken we al records. Nou, vanmiddag kan er misschien ook nog wel een record verbroken worden. Als de temperatuur boven de 13 graden gaat uitkomen in de beeld. 13,5 moet het worden, dan zouden we weer een record hebben. Dat is vol vandaag en morgen. Als we het in detail bekijken, ziet dat er als volgt uit: zonnige periode, dus vanmiddag met temperaturen rond de 13 graden, Verder de waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van de middag komen er dan weer vanuit het westen een paar buien. Eerst dus ook in de kustprovincies, later ook in het binnenland. En met name vanavond valt er op veel plaatsen toch wel enige tijd wat neerslag als de buien over gaan trekken. Op de satellietfoto bijvoorbeeld van vanochtend zien we dat buiencomplex nu nog boven Groot-Brittannië liggen. Het betreft deze wolkenpluk, die dus geleidelijk aan onze kant op gaat komen. En die moet dus voor die buien gaan zorgen. Moet dus nog eventjes de Noordzee oversteken. En daarom is het nu nog even aardig weer. Vanavond, dus die buien. Vannacht, dan wordt het wel weer op de meeste plaatsen droog. En morgen is het dan een aardige dag met die uitloper van dat hoge drukgebied. En smiddags wordt het dan 8 tot 9 graden. Bij een matige wind uit afhankelijk westelijke richtingen. Maar die wind die draait ook wel wat naar het noordwesten. En daardoor wordt het net iets minder warm dan vandaag. En de komende dagen, nou dan blijft het toch wel wisselvallig. Woensdag dan gaat het vanuit het westen dus enige tijd regenen. Met een beetje geluk blijft het in het noorden van het land lange tijd nog droog. Pas in de avond daar regen. En de temperatuur ligt tussen de 6 en de 9 graden. En donderdag en vrijdag, ook dat zijn twee wisselvallige dagen. Waarbij het wel opvalt dat de temperatuur weer omhoog gaat. De lucht die wordt zachter. En we gaan ook weer in de dubbele cijfers uitkomen. Donderdag al op veel plaatsen 10, 11 graden. Vrijdag op de meeste plaatsen 12 graden. Dan is het weerbeeld wat meer buiig. Dan kan de zon ook weer af en toe doorbreken. Wat verder opvalt op die dagen is de wind. Die is vrij stevig hoor. Die wordt vrij krachtig of zelfs krachtig bovenland. En ik sluit niet uit dat het later in de week, vrijdag, maar ook in het weekend, aan zee zelfs af en toe hard gaat waaien. Ja, en dan de lange termijn. We zitten nu dus met die hoge temperaturen zoals aangegeven. Hier ook op vrijdag zien we heel duidelijk die piek van 12 graden. Maar volgende week dan gaat de temperatuur toch wel wat naar beneden. Gemiddeld gaan we toch wel richting de 5 graden, met in de nachten ook kans op lichte vorst en ook de dagen erna. Dan blijft het toch wel aan de zachte kant. Het kaartje ging even weg, dus ik pak hem er nog eventjes bij. Want wat ik wilde laten zien is het gebied voor volgende week. Tweede deel van volgende week, nog steeds die lage temperaturen. En wat verder opvalt, dat is die lichtgrijze tint. En dat betekent dat er wel heel veel spreiding in die verwachting is. Heel veel spreiding wil zeggen dat de verwachting onzeker is. Maar al met al is de tendens toch wel dat het volgende week weer wat kouder gaat worden met in de nachten vorst. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u verder nog een heel fijne maandag.